Ja, hallo. Ik ben Olaf en ik ben best wel lekker. En ik doe een duale comité voor de King. En is iemand aan de andere kant ook daar? Hallo? Hallo. Hallo? Hallo, kan u mij horen? Hallo, wie is dat? Ik kan u, ik, meneer? Kan u mij horen? Hallo, Frafra hier, Frafra. Frafra. Wat is dat nou voor? Frafra, wat is dat nou voor? Dat is de naam, Frafra. Ik noem mijn hond niet eens, Frafra. Ja, maar wie ben jij? Wie ben jij? Ik ben Olaf, ken hem maar niet. Ik ben Olaf en ik ben best wel lekker. En ik ben een hele goede kwikjeskoper. Is dit jouw gameplay? Is dit jouw gameplay? Dit is mijn gameplay. Dit is mijn van die King. Is een hele goede speler. De King is, ja, is met die ACR. Is op Nooktown. Ah ja, shit gameplay. Wat is dit voor gameplay? Ah shit gameplay, man. Kom met goede dinges, man. Ja, weet je wel tegen wie jij nou aan het praten bent? Ik ben Olaf, hè? Olaf is echt voor niemand te bang, hè? En Olaf kan heel veel verstand van die game. Ik speel nou met de ACR, is op die map Nooktown, speelt de King. En is een best een goede speler. En Wat jij praten, man? Dit is geen gameplay van MW3. Dit is Black Ops 3, man. Wat praat jij? Wat praat jij? dit Ja? is. Dit is MW3. Ik denk ik wel weet waar ik over praat, meneer. Dit is geen MW3, dit is Black Ops 3, man. Wat praat jij? Ik denk ik wel weten waar ik over praat, hè? Weet je wie ik ben? Ik ben Ghana. Ik kom uit Ghana. Frafra. Wie ben jij? Die Frafra. Ik ben Ik denk, Frafra. jij denkt ik ben bang voor de Afrikanen? Jij moet bang zijn voor Afrikanen. Wij zijn zwart. Zwarte Afrikanen, altijd gevaarlijk. Ja, nou, ik echt niet bang. Olaf, ik weet niet of je mij al vaak had gezien. Ik ben echt niet bang. Op het chat roulette mensen mij ook proberen te dissen. Ik echt niet bang, hoor. Oh, kom niet naar Meneer. Ghana. Ga ik jou wijzen wat dit is, man. Kom naar Ghana. Ja? Nou, meneer, ik begin al een hele pisneig te worden. Nou, ik denk ik misschien naar jouw huis komen. En ik zal jou laten zien, hè. Ik zal jou laten zien dan, hè, met die grote wafel. Wat jij praat, man. Kom op, man. Ik heb tijger als hond. Ja? Tijger eet jou op, man. Kom op. Ik kom. Ja, nou, ik denk meneer, ik was even kijken op, maar ik kom uit Duitsland, hè. En ik heb best wel wat vrienden uit Duitsland die misschien wel, meneer, in problemen kunnen helpen, meneer. Mijn Echt probleem, maar. ik heb geen probleem. Jij Nee? bent mijn probleem. Jij bent mijn Oké, probleem, oké, Agana. oké, zullen we testen, meneer? Oké, zegt u mij dan, hè. Welke perks speelt deze meneer dan, hè? Al Welke weet ik perks? veel, is jouw gameplay, toch of niet dan? Is jouw gameplay. Jij moet Ja, zeggen, toch? nou, hè. Ja, ik denk, oké, test hè. Meneer, hoe vaak per week gaat hij, u weet een beetje een mattafakken? Huh? Ben ik Hoe vaak? motherfucker? Ben Ja, ik een motherfucker? ja, ja, Jij ja. bent een motherfucker. Nee, ik ben de motherfucker, meneer. En ik begin nou echt wel behoorlijk pissig te worden op jou. Maar ik kan heel veel chickies krijgen. Ik ben best wel geil. En ik denk, misschien onderschatten mij een beetje, Wat meneer. voor En chickies ik vind krijg dat jij? niet leuk, hè. Wat voor chickies krijg jij? Ik heb hele lekkere chickies. Ah, Heel veel. wat praat jij, kamerad? Ik heel veel. Ik eet heel veel chickies. Ik heb hele grote piemel ook. Hè? Jullie denken altijd Afrika grote piemel. Nou, ik heb ook hele grote piemel, hè, meneer. Wat grote piemel? Mijn piemel is 30 centimeter. Wat praat Nou, jij? nee, dat Echte meneer, dat moet u niet. Afrikaanse lul. Ja, u bent een lul. U bent gewoon een motherfucker. Nee. Meneer, u bent gewoon een motherfucker. Mijn naam is Frefre. Ik kom Je uit frafra. Ghana. Dat is mijn naam. Als ik een Frefre. hond had, zou ik hem Frafra noemen, ja. Dan denk ik, hé, Frafra, kom maar hier. Dat denk ik dan, ja. Hé? Jij bent gek in je hoofd, man. Ik ben Frefre. Frefre. Wat is jouw Frafra. hond? Jouw hond is niks, man. Wat praat jij? Ik heb geen eens een hond. Ik zeg, als ik een hond, alsof ik een hond zou kopen, zou die Frafra heten. Zeker Oké, weten. jij moet oppassen nu, hè? Jij moet oppassen nu. Oppassen. Opa, zo Nu wat word dan. ik boos. Afrikaanse steenleeuw, hè? Ik echt niet bang, Ghana. Ik denk niet dat ik bang ben voor Ghana, Waar jij woont, meneer. ik kom nu naar huis. Waar jij woont. Ik ben niet bang. Ik ben echt niet daar. Ik Waar kan jij niet meer woont. zo. Ik woon bij de King in huis. De King. Ken je de King? De king ken ik. De King is goed. Goeie speler. Is best wel lekker ook. Is mijn vriend, de King. He? En dan kom ik met al die kasten komen naar jouw huis. En dan steek ik die huis in de fik, meneer. Echt waar. Ik ga printermissel op je hoofd gooien, kamerad. Nee, ik ga niet over die game beginnen, hè? De manier gaat weer een beetje terugkrabbelen nou. He? Ik ben dus echt niet bang, meneer, voor u. He? Jullie denken allemaal jullie snel kunnen rennen en zo. Ik ben echt niet bang, hè? Wat jij praat? Ik ben Ghana en ik kom uit Afrika.
Ja. Nou, weet je wat, meneer? Weet je wat u kunt doen met die... Weet je wat, ik ga nou gewoon stoppen hiermee. En ik ga een klacht indienen. En ik ga allemaal dislikes geven op jullie. En ik hoop dat jullie kanaal echt helemaal naar de klote gaat dan, meneer. Echt waar. Wat jij doet, man. Wat jij doet. Ga weg, nou, man. Ja, ik ben er echt hartstikke boos nou. Ik ben er helemaal klaar mee. En ik hoef je nooit meer hier te horen, ja. Nooit meer. Stop er niet erop, man. Wat is dit, man? Die man gaat gewoon weg. Wat is zijn probleem? Ik wil doen een commentaar doen met deze man. Deze man gaat gewoon weg. Wat een mafketel. Zo. Ja, jongens, de king hier. Wat is er aan de hand? Wacht even, ik hou patserig gedrag. Eén moment. Ja. Hé, hey, wat is er aan de hand, Paul? Wat is er aan de hand? Ik weet het niet. Ik kom binnen, ik hoor echt een deur dicht gaan. Keihard. Dus we zouden een duel opnemen, maar... Ja, ik had een kennis van me, die was eventjes hier. En ja, hij was aan mijn mic aan het kloten, dus volgens mij sprak hij met iemand, volgens mij. Ja, ik denk Olaf. Olaf, die zit wel eens aan mijn spullen en ik denk dat Olaf weer bezig geweest is met zijn praktijk. Want ik zie ook gameplay staat aan en alles is aan het opnemen ook. En, het is mijn gameplay dit, maar ik weet het niet. Weet jij wat er gebeurd is? Want hij was behoorlijk boos weer. Ja, maar die is snel boos, hoor, man. Mijn vriend was ook boos. Die begon ook te schreeuwen. Hij had het over 30 centimeter de piemels of zo. Weet ik veel wat hij allemaal riep in de gang. Ja, hij is helemaal gek aan het worden hier, man. Ik moet hem even een beetje laten afkoelen hier. Ja. Maar, voor iedereen even, jongens. Wat was dit net eigenlijk? Dit was een dual commentary. Hoe het niet moet. Hoe het niet moet tussen Olaf en onze Ghanese Frafra. 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 En, ja. Ja, dat is eigenlijk hoe het niet moet. Het gebeurt natuurlijk nooit zo erg. Ja. Maar waar we het eigenlijk hebben is, ik heb het een tijd geleden ook over gehad, er zijn veel dual commentaries tegenwoordig. Ja. En uiteindelijk gaan ze helemaal nergens over. En dit ging natuurlijk ook helemaal nergens over. Nergens over. Maar ik denk dat dit ook leuk is om te luisteren, tegenwoordig die duals. Want hoe gaat dat een duel? Ze stellen zich voor. En dit is jouw gameplay. Waar speel je mee? En dan gaan ze dat vertellen. En daarna aan het einde gaan ze zeggen. Ga naar Kevin's kanaal. Hij is heel goed dit en dat. En dan zeg jij. Ga naar Paul's kanaal. Hij is een hele goede commentator. En bla bla bla. Het is allemaal hetzelfde eigenlijk. Ja, het is eigenlijk. Ik denk het concept is altijd van. Ja, we gaan elkaar gewoon helpen, denk ik hoor. En... Het gebeurt ook bij mensen die het niet verdienen of die het wel verdienen. Dus dat moet gewoon veranderen, naar mijn mening. Ja, er zijn echt heel veel. Ik heb er ook echt een stop. Ik heb een dual stop gehad een tijdje nu ook. Gas rolt ook wat minder, maar dat ga ik wel weer doen. Maar het is gewoon, het niveau gaat naar beneden. Mensen doen echt, dan heb ik een dual gedaan met iemand. En dan en daar een paar dagen later heeft hij een dual met iemand anders uit mijn vriendengroep, zeg maar. Weer. Ja. En daarna een gasrol bij die. En dan komt hij weer op een ander kanaal weer. En ik denk, jezus, dat gaat maar door. Ja. En het niveau gaat gewoon naar beneden. Ja, en voor de mensen die denken van, waarom doen wij een duel nu? Ja, wij doen het om jullie te vermaken. Dus dat is eigenlijk het doel. Ja, dat moet ook het doel blijven. Of een duels. En niet alleen maar sub voor sub, want dat is het bijna. Het is bijna, je kan net zo goed sub voor sub gaan doen. En een berichtje sturen. Zeker. Ja, want, en dus iedereen, dit is mijn gameplay. Ik speel hier met de M27 uit mijn hoofd met extended mags. Ik kan het nu niet zien aan de kogels. Nee, niet met extended. Met fast mag en met stok, dat je dus kan streven. Ja, is wel handig hoor, die stok. Gebruik ik ook vaak. Ik speel met een lage streak, zoals iedereen wel kan zien. En ik speel laatst veel met een hoge streak. Wat vind jij tot nu toe van Black Ops 2? Ik vond het in het begin leuk, omdat ik daar... toen had ik geen last van lag compensation. Of tenminste, slechte verbinding. Ja. En nu heb ik er heel veel last van, dus ik vind het niet zo leuk meer. En dat komt eigenlijk alleen maar door die lag. Ja, raar is, dat heb ik met leerlingen vandaag over gehad. We hebben echt een FM radiostation en doen we dat ook. We hebben het ook over games en zo. En bij hun, op de Xbox is het andersom dan bij de PlayStation. De Xbox was vorige week niet te spelen. Toen had ik ook een commentary gemaakt, heel negatief over de game. Daar kreeg ik haat op juist. En ik zag jouw commentary echt van een dag daarna of daarvoor. En die was heel positief. En ik dacht, hè? Ik was ook heel positief erover. Ja. En bij ons is bij mij is het omgedraaid. Ik heb nu, dit is eigenlijk nog slechte gameplay die ik voor deze duel gebruik. Maar ik had niet veel anders meer op mijn schijf. Ik kon het ook niet 1, 2, 3 van vinden. Ja. Het is niet slecht of zo. Ik bedoel, het is niet super goed of zo. En het is niet echt super rushend of zo. Gewoon normale gameplay. Ja. Maar ik heb echt, de laatste dagen haal ik echt gewoon beast gameplay veel. Ik weet niet waarom. Bij ons is de lag gewoon weg. Sinds is ook een update geweest gisteren en nu is het echt helemaal weg. Ja, bij ons moet er dus nog een update komen. Dus ja, even afwachten man. Ja. Dus je ziet het gameplay ten einde. En dan moeten we eigenlijk weer hetzelfde zeggen altijd. Ga naar Kevin toe. Subscribe op zijn kanaal. Hij is heel erg goed. Ja. Ze kennen het allemaal. En natuurlijk ook van mijn subs. Ga naar de King. Sowieso een goede commentator, man. Dat is een aanradertje. Oké.
Oké, jongens. Ciao. Laters.